het allermooiste feestje is. Ik weet niet wat er gebeurt. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Hi, deze zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje en vandaag ben ik uitgenodigd door Elise. Hey Emma, ik ben Elise en komende zaterdag is Swag. Hier moet je echt bij zijn. Er komen allerlei bands, we gaan dansen, we gaan moshen. Dus dit gaat het allermooiste feest worden. Moshen, bandjes, nou, dat klinkt nu al als een topavond. En ook vandaag gaan we weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Maar eerst is het zaak dat ik het feestje en Elise ga vinden. Wat begon als een bandavond voor vrienden, is door de jaren heen getransformeerd tot een befaamd punkfestival. Honderden punkers en boeren trekken naar het platteland om de vijfde editie van hun Swag Festival te vieren. Hier wordt tot diep in de nacht voor en door vrienden opgetreden. Zo ook door de leukste bassist van allemaal, Elise. Wij hoorden dat hier ergens een feestje is. Ja, dat klopt. Dat klopt? Dat klopt, ja. Rechts achter op het terrein. Daarheen? Dat is mijn entourage. Ik denk dat het daar is, hè? Ik ben op zoek naar Elise. Elise, ik zou eerlijk gezegd geen idee hebben wie Elise is, sorry. Op zoek naar Elise. Elise! Oh, ze zit hier! Elise! Hey! Hey, daar ben je, kom! Hi! Oh, wat een fijn je gevonden te hebben. Jazeker. Jij hebt mij uitgenodigd. Klopt. Dit is Swag. Dit is Swag en dit is jouw allermooiste feestje. Dit is het allermooiste feestje. Heb ik van horen zeggen. Sowieso. Dus wat maakt dit feestje uniek? Dit feest is uniek omdat het gewoon een band is. Die dachten, wij hebben hier terrein. Wij hebben hier een band ook. Wij kunnen hier muziek maken. We gaan die bands uitnodigen. We gaan hier lekker moshen. We gaan hier gewoon... Ja, maar dat zei jij, moshen. Sowieso moshen. Je gaat wel mee de moshpit in, hè? Oh ja. Ja. Een moshpit. Een moshpit. Oké. Sowieso wordt er veel gecrowdsurfed. Dus dat is het hoogtepunt ook wel een beetje. Misschien het crowdsurfen en eigenlijk... Ja, de laatste band dat iedereen zeg maar op zijn hoogste punt is. Dat is gewoon een piek en daar gaat iedereen in los. Nou, wat drinkt men hier zoal? Eigenlijk pils. Dus jij zou zeggen dat de verplichte versnapering swagpasta en pils is? Pils. Geef mij dan maar een swagpasta met pils. De verplichte versnapering. Moet ik eerlijk zijn? Ja. Wil je dat ik eerlijk ben of wil je dat ik aardig ben? Een mix. Ik vind het charmant, flauw van smaak. Is al een tijdje geleden gemaakt inderdaad. Maar zo bodem. Mm. En daar gaat het om. Maar ik ben echt wel met deze shit eigenlijk. Ik ben hier voor het eerst en ik vind het nu al fantastisch. Oeh, jij bent een swagmaagd. Ja, zeker. Ja, absoluut. Het is niet zoals van die grote feesten zoals op Lowlands of gewoon van die festivals. Nou, ik vind het wel chill dat het zo soort van half georganiseerd is en half een beetje kut is of zo. Dat je denkt... Half een beetje kut is. Ja, dat is kijken. Ja. Er is een begrijp Dixie, wat je zegt. Maar er is maar één Dixie. Ja. Ik ga even iets opbiechten met jullie nu, oké? Ja. Ik heb echt een bloedhekel aan rock en punk en zo. Ja? Nou, misschien dat dat vanavond gaat veranderen. Ik weet echt niet wat ik daarmee moet. Ik kan er niet op dansen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ben jij ook op swag? Ja! Ja! Ga je vanavond met een moshpit in? Nou, kan ik nee zeggen? Nee. Eigenlijk niet. Nou, dan is het besloten. Zorg dat je één voet altijd op de grond hebt. Want als je een beuk krijgt terwijl je springt... Aha. Daar ga je. Niet springen in de moshpit. Oh, dat vind ik een hele goede tip. Het begint al aardig vol te stromen en dus ga ik op zoek naar de gangmaker. Nou, ik denk sowieso alle crewleden wel, maar je hebt net onze vriend Lucky gesproken. Dat is ook wel echt een gangmaker hoor. Die kent zeker iedereen. Als ik iemand moet nomineren tot gangmaker, dan is Luca. Hoe gaan we nou uitmaken wie hier de gangmaker is? Ja, steek op je schaar. Nee, we moeten iets punkers verzinnen dan dat. Oké, maar wat moet ik dan gaan doen? Ga je jongleren? Als je dat kan. Nou, we kunnen even iets bedenken natuurlijk om het feestje op gang te brengen. Okay. Wat zou jij doen als gangmaker?
wat kom jij mij nou brengen? De offergitaar. De wat? Er staat daar een vuurton. Wat is het voor mij? En daar mag jij hem op kapot slaan en hem dan offeren. Dat meen je niet! Oké. Moet ik nog wat zeggen voor het gebeurt? Wat wil je zeggen voor het gebeurt? Ik moet zeggen dat ik wel een beetje baldadig word van dit feestje. Ik heb zin om een soort van dingen te trappen en zo en kapot te maken. En volgens mij is dat ook precies de bedoeling. Jullie hebben iets bedacht? Ja, we hebben iets. Oké. We gaan op dit moment namelijk een at-wedstrijd doen. Een wat? Een at-wedstrijd. Wow. Maar niet zomaar een at-wedstrijd, namelijk een team-at-wedstrijd. Wat een verschrikkelijk slecht idee, I love it! Om te bepalen wie de gangmaker wordt, spelen wij de at-estafette, oftewel... De at-stafette. De at-stafette. Yeah. Het is heel simpel. We staan schouder aan schouder en de volgende mag pas beginnen met atten als de ander een biertje op heeft. We hebben hier de team-captains. Lux! Yeah. En aan de andere kant, Luca! Yeah. In 3, 2, 1... Oh, en die zal de volgende dag beginnen. En aan de andere kant is Elise nog bezig met haar biertje. Maar het biertje is op. Kijk, kijk, kijk. Dat is nog eens atten. Is hij op? Is hij op? Ja, jongens, het is bepaald. Luca, omdat jij de winnaar bent van deze gangmaker at stafette, overhandig ik jou de enige echte gangmaker trofee. Yeah! Ik heb een koek! Yeah! Het is een beetje in de stijl van het feestje. Ik ben hartstikke blij ermee. Oké. Moet ik dan in die dingen? Moet je mee? In de moshpit? Ja, leuk. Ga je mee? Ja, leuk. Oké. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Oké. Grapje. Is dit het allermooiste feest? Het is het allermooiste feest dat bestaat. Overleefd. Het crowdsurf heb ik overleefd. De verplichte versnapering was toch een gezapige pasta. Met een best lekker biertje, kan ik je vertellen. De gangmaker was een hit, want er werd geat als nooit tevoren. En het hoogtepunt, ja, daar kan ik maar één ding over zeggen. Heel erg heftig. Dus bij deze stop ik op mijn hoogtepunt. Tot volgende keer.